Je appel, frikandel, je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent. Wij gaan naar Parijs. Yo guys, ik ga vandaag met de auto naar Parijs rijden. Ik rijd. Achter het stuur. Achter het stuur. Ik heb wel een beetje rijervaring, maar echt superveel kan ik ook weer niet zeggen van mezelf. Ik hoop dat het goed gaat. Het enige wat ik nog kan zeggen is let's go, toch? Hè? Ja. Hey. Over 1,5 uur zijn we er ongeveer. En dan weet iemand nog hoe het appartement eruit ziet. Ik namelijk niet. Skeer. Ja, heel skeer. Maar jullie hebben helemaal niet laten zien. Jullie zeiden dat het een goed appartement was. Dat was een prank. Hij is heel lelijk. Er is maar 1 bed. Dus we delen een bed met z'n vieren. Nee, sowieso niet. Let's go. Let's go. Nee, toch? Jawel. We staan even aan het ondervinden hoe je binnen gaat komen. Nee, joh. Nee, dat kan niet. We hebben dus net die vrouw gebeld en het is gefixt. We zijn echt heel dom geweest. We moesten gewoon een soort ding daarvoor houden. Maar we gaan nu even alle spullen naar binnen doen en laten we zo meteen aan jullie de kamer zien. Nou, ik heb mijn auto neergezet in echt een super luxe parkeergarage. Ja, het is echt prachtig hier. Oh, wat hebben we hier? Is dit de VIP lounge? Ja, hier kan je ook je auto neerzetten. Wat is dit? Nou, hier gaan we. Ja, kijk, het is echt prachtig hier. Die slagboom, zou die zo gemaakt zijn of zou die... een paar botsingen gehad. Ik ben een slagboom. Ja. Ja, welkom in... welkom in Parijs. Nou, we zijn in het appartement aangebroken. Dit is hem. We hebben hier een keukentje. We hebben wel een beetje troepje trouwens neergelegd. Let daar vooral niet op. Maar dit is de keuken. En dit is de slaapkamer. Dan denk je, oké, waar gaat de rest slapen? We hebben wel een slaapbank erbij. Dus het is een bed en een slaapbank. En dit is de douche. Dus oprecht echt mooi. Oké, wij kwamen er dus net achter dat we ongeveer een ½ uur moeten lopen naar het appartement. Dus wij zagen deze prachtige scooters liggen en staan. Dus we hebben nu een app gedownload. En dan kunnen we waarschijnlijk met deze scooterwies naar het appartement rijden. Dat zou echt top zijn. Ja. Oh yeah, daar gaan we dan. Let's go! Oké, hallo. We hebben besloten, nou, eigenlijk zijn we erop uitgestuurd om naar buiten te gaan. En om op zoek te gaan naar een supermarkt. We hebben hem gevonden. Eindelijk eentje die open is. De hele schappen zijn al leeggehaald. Heel fijn. Eindelijk iets te lurken gevonden. Een drankje voor de dorst. We hebben onze liefjes gevonden. Yay. Even kennis maken met de prachtige neergegooide steppen. Ik wil die fiets. Nee, pak even een step. Oké, ik pak een steppie. Doe mij ook. Deze heb ik. Ja. Dat kan niet. Dan pak ik deze. Yay, we hebben een restaurantje. We hebben een tijdje gezocht naar een leuk plekje met de stepjes. Nu zijn we hier bij Lip L'Oréal. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Het ziet er echt heel leuk uit. Enjoy your food. Eet smakelijk iedereen. Dankjewel. Hey, oké. Ja, is goed hoor. Komt helemaal goed. Haha, vlees. Wij gaan trouwens slapen nu, want morgen gaan we heel veel dingen doen. En anders duurt deze vlog 10 jaar. Heel veel dingen doen. Jongens, dat willen we eigenlijk allemaal bezoeken. Alles. Dus wij gaan jullie morgen meenemen naar Parijs. Hey. Transition naar morgenochtend. Mag ik hem doen? Oh, ik heb hem al heel lang niet gedaan, maar oké. Ik heb überhaupt nooit gedaan. Wel. Wanneer? Tina vlog, einde. Oh! Goedemorgen! Hallo! We gaan lekker ontbijten zometeen, maar ik wil even wat leuk laten zien. Kijk, ben even mee. Kijk, deze keuken is dus echt veel te klein voor Nederlandse mensen zoals wij. Dan, als je hier gewoon even je handen hebt te wassen, kijk, heel leuk dat hier de spiegel zit. We hebben dus helemaal niks aan, want kijk, als je dus gewoon mijn handen had wassen, dan kan ik gewoon dat ik nergens heen kijken. Dus nee, ja, we hebben helemaal niks aan. Dat vind ik heel mooi, ik ben gelukkig, ik ben een gelukkige mens. Ik hoor je niet, Sander! Zo, jongens, wat lekker hè? Zitten we dan bij een tentje, denken we een lekker broodje te kunnen bestellen. Kunnen we alleen een croissant bestellen. Met wat lekkere koffie erbij. Thank you. Thank you. Hey, eet smakelijk jongens. Eet smakelijk. Geniet er maar van die croissant. Het ontbijtje was weer niet goed genoeg voor ze, dus ze hebben weer een pizza gehaald. Ja. Oh, ondankbaar. Ik heb net wel een hap genomen van mijn pizza. Ik heb een mini-hapje genomen. Al even geproefd. Ondankbaar. Maar we zijn nu onderweg naar de Louvre. Nee, Notre-Dame, sorry. We zijn nu onderweg naar Notre-Dame. Oké, let's go to Quasimodo. Wow. Wow. Scooby-Dooby-Doo. Dat was heel cringe. Ik heb gewoon een traan. Ah, waar is die? Godsamme. Wat een joekel. Wat een unit. Oh, hij is wel echt heel mooi. Daar hebben we hem. De klokkenluider van Notre-Dame. Oh, even een handtekening zetten. Zet nou even die handtekening. Nou, nee. Oh, wat agressief. Wat een pareltje. Het enige wat een beetje lelijk is, is die lelijke stijger. Wat is het? Een hijskraam. Zo. Wat vinden we hier nou van? Ja, dat is toch mooi hoor. Ik heb een pizzaatje erbij. Kan ik klagen? Ja, kan ik klagen. Het is geweldig hier. Ja. Iedereen gaat ook klappen hier. Geweldig. Ja, zo leuk, mooi is het hè. Art is iets minder blij mee. Ja hoor. Je ziet dat nooit zo goed aan, maar hij is altijd blij. Ik ben dood gelukkig nu. Oh, dat stond op camera. Is het niks? Nee. Waarom lijkt het echt alsof er iets super cool stond en dan gaat het gewoon met aan het deur? Dus ik hoop dat het wel niks is. Dan gaat iemand het nog een keer proberen, kijk. Het is heel cool hoor. Oh, toch niet. Oh, wat zou daar zijn? We hebben nog een aantal uittesters hier. Het is echt heel leuk daar. Kijk, moet echt even kijken. Oh, hè? Is er nou gewoon niks te zien? Oh, maar dat is helemaal niks van Jan. Oh, nou, nee, ik dacht dat jongens! Nou, laten we maar gaan. Wow! Heeft iemand hier een leuk feitje over de Louvre? Nou, het is van glas gemaakt, het is een piramide. Mona Lisa staat hier. Er staat hier een eeuwen oud kunstwerk uit Egypte. Eigenlijk boeit helemaal niemand dit eigenlijk, denk ik. Oh, dit is oké. Kijk, wat een leuke dame, hè? Louvre. Oh joh. Oh shit. Kijk, hier zit iemand, een of andere gek op de grond. We gaan naar binnen, het is een prachtig museum. Kunnen we hier naar beneden kijken dan? Dat vind ik wel gaaf, dat wil ik wel even. Kan ik naar beneden? Wow! Wow, je kan echt helemaal naar beneden kijken. Hallo! Waarom zwaait niemand eraf? Oh, wil je nog Sophie? Nee, doe het niet of je interesse hebt. Kom zelf. Oh, hallo, Eiffeltoren. Holy moly, dit is de hele rij om naar binnen te komen. Gaan we dit doen? Ja, weet ik niet. Heb jij zoveel zin erin? Nee. Jij? Nee. Moet je Sander gaan vertellen dat ik hier geen zin in heb, want hij heeft volgens mij heel erg veel zin in. Oh nee. Oh, zie je? Kijk, hij wijst al. Oh shit. Hij weet al waar we heen moeten. Oh, nee. Ik weet al waar ik niet heen wil. Is het helemaal trending of zo? Zo'n... mooie foto maken op zo'n paal. Pak zijn hand vast. Doe het. Oh my god, oh my god. Haha. Fix. Alexander de Grote. Sander de Grote? Sander de Grote. Sander de Kleine. Heb je dat over mij? Ja. Oh. Nee, dat vind ik echt zielig. Ja, hij wordt echt gepest nu. Sander, nee, dat vind ik echt zielig. Ard heeft er al heel veel moeite mee. Ard, kleine... Lijkt het jou ook zo leuk om met ons op vakantie te gaan? Ja, laat het weten in de comments. Wil jij het je met... Zeker, stik die dat pis. Ja, dat zie je ook dat hij dat pist. Oh, het stinkt echt heel erg. Ja, maar luister, er liggen hier ook allemaal plasjes. En het kan hier niet regenen, want er zit een dak op. Wij gaan eindelijk naar de Eiffeltoren toe. En ik heb er enorm veel zin in, omdat ik dat ding heel mooi vind. Ik ook. En ik heb hem nog nooit gezien. Alleen de plaatjes, filmpjes, maar nog nooit in het echt. De metro's hebben niet de luxe waar je van droomt. Maar wel mooi. Hij brengt je wel waar je heen moet. Dat is mijn Kia. Isa heeft ook niet alle luxe en alle pracht en praal. Maar hij brengt je wel waar je heen moet. Oké, we skippen heel even de Eiffeltoren van 1 seconde. Want we zagen een Stranger Things winkel. Dus hier gaan we even kijken. Dit is toch vet cool? Hier moeten we even in. We zijn weer beland. Wow! Dat zijn de tekeningen van Will aan de muur. Heel vet. Wow, dit zijn letters. Jongens. Weg naast klok. Waar? Hier. Oh. Sorry. Eeuw, je ogen. Oké. Druk op de knop. Welke knop? Druk op de rode knop. Oh, oh! Dat was weer leuk. Nu gaan we wel naar de Eiffeltoren. Ja, of nee, toch niet? Oké, ik wil dus heel graag schoenen kopen van New Balance. Of deze, of deze. En iedereen zegt dus deze. En ja, ik weet niet, ik twijfel nog een beetje. Ik ga nog heel veel verder kijken. Oh my god, oh my god. Look where we are! Oh, hij is zo ziek. Godverdomme, wat een ding. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Hey. Ard de Triomphe. Arc de Triomphe. Ard de Triomphe. Ard de Triomphe. Zullen wij wat lage pikkers maken bij dit gebouwtje? Het is nu leeg. Het is nu leeg. Go, go, go! Hallo allemaal. Na een tijdje reis zijn we aangekomen bij de Eiffeltoren. Ja! Oh wacht, dit is romantisch. Oh, ik schrok. Dude. Gebeurt dat niet zo vaak? Nee, dat doe normaal nooit. Wat een plaatje zeg. Mooi hoor. Take a moment please voor die Eiffeltoren. Mooi hè? Spuug. 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 Mooi. Het lijkt eerlijk gezegd wel een beetje op zo'n, ja, hoe heet zo'n ding? Een zendmast. Een zendmast. Oh, ja hè? Het is ook zeker niet mooi. We hangen net aan hier. Pelt ervoor is ook heel mooi. Het is helemaal koud. We proberen hier ook net een foto te maken en dan ziet het er ongeveer zo uit. Dit was de foto. Nou, liever niet. Ah. Zo, dit is chill. Totaal niet druk. Parijs, stad van de liefde. Ik snap het wel, als je zo dicht op elkaar staat. Oh, lekker, mensen ademen hier ook in je nek. Ik ben spontaan verliefd van. Oh, hey. Stop. Oh. Ah, lekker hoor. Ik heb eindelijk weer adem. Kijk eens hoe mooi. Ja, dan heb ik dit ook weer een keer gezien in mijn leven. Ik weet niet of je me ziet. Nee. Ja, je ziet het nu wel. Ik ben blij dat ik het een keer heb gezien. Zullen we een restaurantje gaan zoeken en gaan eten? Ja. Yeah. Yay! Yeah. Let's go! Let's go! Lekker eten! Kipburger, pizza salami, biefstuk, pasta. Eet smakelijk. Dank je. Nou, er was verwacht dat we 14:30 thuis zijn. Het is iets later geworden, namelijk 6 uur. Maar ja, we zijn thuis. Het was super leuk in Parijs. Ook in Disney. Ook in Disney. Echt geweldig. We hebben echt een super leuke week gehad. Ja. Als je tot helemaal hier hebt gekeken, wil ik je even van harte bedanken. Je hebt echt erg ver doorgekeken. Love naar jou. Niet van deze POV, dat is lelijk. Nee, dat is leuk. Vergeet niet te abonneren. Een duimpje omhoog te doen. Een leuke reactie achter te laten. Blijf vooral op de hoogte van nieuwe vlogs. En ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Laat even weten wat je ervan vond. En dan weten wij ook. En laat even weten waar je wilt wat we de volgende keer gaan doen. Ja, inderdaad. Doei!